Voor de tweede week op rij mochten de Clashes op eigen veld proberen van de stilaan opkomende crisis te bezweren, want na het verlies van afgelopen speeldag tegen streekgenoot Temse moest er op deze speeldag absoluut gewonnen worden. De thuisploeg gaat echter niet goed van start en wanneer St. Eloys een vrije trap mag nemen, staat de thuisploeg erbij en kijkt ernaar. Het staat 0-1 tot groot ongenoegen van spits Verspeten en coach Kim Verstraeten. Maar wel onverdiend, maar ja, oké. Dat zeggen we al een paar weken. In de eerste helft ook. Ja. Een Hens dat hij meepakt en zo trapt hij hem binnen. Iedereen ziet het, behalve de scheidsrechters. Jammer. We blijven goed voetballen in de eerste helft. We krijgen nog een mooie kans van mij ook. Kop op paal, paneel op deklat. Dat zijn die kleine factoren die, ja, als dat goed valt, is een andere wedstrijd. Wat ons open hebben volgende week is een driepunter pakken. Ik denk dat dat vooral mentaal zeer belangrijk is voor de groep. Ik ben ook wel iemand die dat graag op een mooie manier doet, maar ik denk dat dit even terzijde moet gelaten worden. En dat mag zelfs op een lelijke manier. Het is niet meteen een hoogstaande wedstrijd en voor enige opschudding is het wachten tot in de 21ste minuut wanneer Sint-Niklaas een strafschop wil. De bal gaat echter tegen de rug en zo krijgen ze deze niet. Rustig gaan we met een 0-1 scoren. In de tweede helft wordt het spelniveau er niet beter op, al krijgt de thuisploeg nog de kans om op gelijke hoogte te komen, maar de laatste bal en de juiste grinta voor doel ontbreken. Ook de bezoekers krijgen nog een torenhoge kans om de voorsprong te verdubbelen, maar ook zij komen niet tot scoren. Wanneer in minuut 72 St. Eloys een mooie aanval opzet, vergeet iedereen Benjamin Lutten aan de tweede paal en de 0-2 staat meteen op het scorebord. Aan deze score verandert er niets meer en zo pakt Sint-Niklaas een 0-12 en moeten ze nu naar onder beginnen kijken, want met een voorlopige 12e plaats en 7 punten staan ze maar op 4 punten boven hekkensluiter Londerzeel, waar Sint-Eloys nu op een 6e plaats staat met 13 punten, 1 minder dan KSV Temse, de tegenstrever van de komende speeldag.